Nou, wat we elk jaar doen is dat we halverwege het jaar kijken hoeveel geld gaan we dit jaar niet uitgeven. Dat bleek een behoorlijk bedrag te zijn, meer dan voldoende om te zeggen dan is dat geld nu beschikbaar voor het Songfestival, voor die 11,5 miljoen die we in ieder geval moeten regelen. En een deel van dat geld zal wellicht helemaal niet meer nodig zijn, dus dan kan het daar ook blijven. En sommige dingen zullen naar achter schuiven en volgend voorjaar zeggen we dan precies hoe we dat wel gaan betalen. Ja. Maar dan kan het zijn dat het geld toch voor een deel weer nodig is. Waar komt dan het geld wel vandaan voor het Songfestival? Wat we elk jaar doen en elke gemeente doet, in het begin van het jaar zeg je alles wat er ligt aan wensen, noodzaak, meevallers, tegenvallers, wordt op een grote hoop gegooid. Dan gaat het college 2 dagen naar kijken en daar zit het. Dat heet het zit in het algemeen beeld en daar zullen we het in dekken. Kortom, het geld is er, laat het Songfestival maar komen. Zeker, feest voor de hele stad en voorlopig gedekt door allerlei dingen uit de hele stad. Dus we zijn er klaar voor. Ja. Stel, het project valt duurder uit. Nou, we hebben natuurlijk een wethouder en een directeur die zeggen dat gaat het niet worden. Sterker nog, ze hebben de opdracht om te kijken hoe kunnen we dat anderen mee gaan betalen en hoe kunnen we zorgen dat het minder is. Dus meer vrijwilligers of niet, kan het ook een beetje anders en soberder. Dus ik verwacht dat het minder wordt dan dat bedrag en niet dat het meer is. En dat houden we vinger strak aan de pols. Ja.